Fact checker. Hallo, ook de instelling Nationale Ombudsman hebben we zeer belangrijke informatie toegestuurd. Reinier van Zutphen is de Nederlandse Nationale Ombudsman in persoon. Nationaal gaat het niet goed, maar ook internationaal gaat het niet goed. Er zijn geesteswetenschappers die een verband zien. Er lijkt sprake te zijn van een soort van dierlijk magnetisme. Hier zie je mijn brief vlak voordat deze de envelop inging. Het postadres van de Nationale Ombudsman is een antwoordnummer, waardoor er geen postzegel geplakt behoeft te worden. Toch kon ik het niet laten de vraag op te werpen of Beatrix, Maxima en Willem-Alexander biseksueel zijn. Die informatie is er. Een bijpassende postzegel was verrader, maar deze is dus uiteindelijk niet op de envelop gekomen, omdat dus het versturen van een brief naar een antwoordnummer gratis is voor de afzender. Ik zal mijn brief eventjes voorlezen. De brief scrolt langzaam mee. Ik begin. Aan de Nationale Ombudsman, met name aan Reinier van Zutphen. Hallo allemaal. Het posten en afgeven van deze brief is vastgelegd op video. Bespreek de inhoud van deze brief met collega's. Graag ontving ik dan een informatieve reactie, ook laverend. Ik begin. Internationaal gaat het niet goed met samenlevingen. Over de gehele wereld zijn massa's aan mensen misfits. Onder andere geslachtsdiffusen maken daar onderdeel van uit. In Nederland zitten heel veel geslachtsdiffusen, homoseksuelen, hoog in de hiërarchie. Geslachtsdiffusen vooraan in de pikorde. In de politiek is dit zo, bij de media ook, bij universiteiten, etc. Profiteert men stiekempjes van een bepaalde kruiwagen, voorgetrokken, zitten in alle sectoren van de Nederlandse samenleving veel geslachtsdiffusen vooraan in de pikorde. We doen een rondgang langs mensen die integer wat te verklaren hebben, omtrent het hiervoor genoemde dus. Bijvoorbeeld, is Geert Wilders geslachtsdiffuus? Is Alex Brenninkmeijer geslachtsdiffuus? Bram van Ooyik, Jan Terlouw, Laurentien Brinkhorst, Naomi van As, Paul van Buitenen, Peter Faber, Peter de Bie, Philip Freriks, Pia Dijkstra, Piet Bakker, Pieter Hogedam, Pieter van den Hogeband. Ben jij, Reinier van Zutphen, geslachtsdiffuus? Is Renske Leijten geslachtsdiffuus? Ruben Nicolai, Saar van Buren, Sascha de Boer, Sander Dekker, Sander van Horen, Sandra Schuurhoff, Saskia Norman den Uyl, Sjors Freulich, Sophie Hilbrand, Sophie In het Veld, Splinter Chabot, Suzanne Bosman, Sven Kokkelman, Sylvie Meijs, Sievert van Lienden, Teun van de Keuken, Thea Huisman, Theo Verbruggen, Tom de Graaf, Thijs van den Brink, Tim de Wit, Wendy van Dijk, Wijlen Hans van Mierlo, Wijlen Johan Cruijff, Wilfried de Jong, Willemijn Hubert, Wim de Velder, Winfried Baaiens, Winston Kestanovic, Wobin Buis, Wouter Bos, Wouter Koolmees, Sander van der Wulp, Joep van het Hek, etc. etc. enzovoorts. Zoveel geslachtsdiffusen, met name biseksuelen. Misschien dat ik een enkeling niet helemaal goed ingeschat heb, maar het overgrote deel zal inderdaad geslachtsdiffuus zijn. En schijnhuwelijken, passen ze schijnhuwelijken toe? Een streed hetero-stijl suggererend, bijvoorbeeld tussen een mannelijke biseksueel en een vrouwelijke biseksueel. Komt je dit bekend voor? Is het echt een hele hoge drempel om toe te geven geslachtsdiffuus te zijn? De geslachtsdiffuse kan er niets aan doen. De oorzaak ligt bij de ouders. Is Willem-Alexander ook al geslachtsdiffuus? Biseksueel? Is Maxima Sorrigetta biseksueel? Beatrix ook? Zoveel geslachtsdiffuse hoog in de hiërarchie. Is dit onder invloed van het geslachtsdiffuse koninklijk huis? Het is een matriarchaat en er is geen ruimte voor een patriarch. Te gedisciplineerd? Is de Belgische koning Filip ook biseksueel? Opmerking tussendoor, de ene homoseksueel geslachtsdiffuse laten ze hoogwaardigheidsbekleder worden en de andere geslachtsdiffuse, door al met al, vervalt bijvoorbeeld tot in de prostitutie. Een hoop geslachtsdiffusen, met name biseksuelen, zitten in de prostitutie. Dat klopt toch? En wie of wat is nou toch die kruiwagen? Is dat stiekemweg de AIVD-atmosfeer? Is het gay en van de AIVD? Heeft het een bepaalde etnische achtergrond?
By the way, ik heb ook die achtergrond. Is er eigenlijk zodoende geen sprake van quasi-carrière-tijgerij? Omhooggevallen carrière-tijgers? Door dit alles aan te kaarten ben ik veroordeeld geworden. Het vonnis was niet valide. Ik heb recht op rehabilitaties. Ik ben op het spoor gekomen van dit alles. Onder andere naar aanleiding van een paar gesprekjes met een psycholoog. Ook heb ik contact gehad en feitelijk heb ik nog steeds contact met parapsychologen. Parapsychologen in overheidsdienst. Van die heb ik onderhavige informatie gekregen. Parapsychologen ondergebracht bij een geheime overheidsdienst. Kun jij eens onderzoek doen naar al dit hiervoor genoemde? Al die geslachtsdiffusen, al die would-be carrière-tijgers. Dit kan niet de bedoeling zijn. Ongepast. Wat wel de bedoeling moet zijn, weten genoemde parapsychologen. En een leven bestaat uit twee fasen. BDE's bewijzen dit. BDE is bijna doodervaring. Je tweede fase wordt bepaald door je bewustzijn. Een schoon geweten zal baat hebben. Foul play wordt er toegepast. Is men hebberig, asociaal, antisociaal? Wat zal dit onbewust veroorzaken bij onder andere de jeugd? Wat zal dit onbewust veroorzaken in samenlevingen? Heel wat namen zijn genoemd in relatie tot het geslachtsdiffuus zijn. Wie en wat kun je bevestigen? Kan jij wat aan onderzoeksjournalistiek doen wat dit betreft? Hoe moet dit nou opgelost worden? Hoe moet dit gecommuniceerd worden? Hoe moet bijvoorbeeld de media dit brengen? Graag dus een informatieve en laverende reactie, zodat we niet hoeven te echoen. Stalking kan dit onmogelijk zijn. Ruptuur is hierover. Ware getuigenissen zullen aan het gemoed lucht geven. De wal keert het schip. Ik doe dit niet voor geldelijk gewin. We moeten naar een wereld zonder geld. Er moet gekozen worden voor ruilhandel en zo. Ook weer zonder pecuniair gewin. Iedereen evenveel. Everyone as much. Je reactie graag naar story.fact.checker@gmail.com. Mag ik je anders opbellen? Wie zwijgt men toe? Met vriendelijke groet, Gerard de Groot. Nou, dat was dus mijn brief aan de Nationale Ombudsman in de persoon van Reinier van Zutphen. Met name is de brief gericht aan de Nationale Ombudsman als instelling, want Reinier van Zutphen verricht natuurlijk lang niet alles. Op het moment van maken van deze video heb ik nog geen reactie op mijn hele belangrijke brief gekregen. Tot slot kan er nog gekeken worden naar het daadwerkelijk deponeren van mijn brief in een brievenbus van PostNL. Mijn brief in de betrouwbare handen van PostNL? Dat moeten we maar hopen. Nou, salut, gegroet. Fact checker.